Oké, dames. Laten we een kostuum gaan kiezen. En deze oorbellen worden Cleopatra's armbanden. Oh, knoflook, zilveren kogel en een houten staak. Ik dacht dat je zei dat je als een wetenschapper zou gaan. En niet als een bovennatuurlijke jager. Het is belangrijk om je op het allerergste voor te bereiden dat zou kunnen gebeuren. Allerergst? Zoals een heleboel tenen knoflook op je pizza? Hé, er kan altijd iets bovennatuurlijks op de loer liggen. Geesten, vampiers, gedaanteverwisselaars. Oeh, ik zou graag willen dat ik steeds van gedaante kon wisselen. Dat betekent nog meer outfits. Zo werkt dat helemaal niet, Layla. Gedaanteverwisselaars kunnen van mensen in dieren veranderen. Nee, dat kunnen ze niet, Johnny, omdat ze niet echt zijn. Dat is maar één mening. Maar je moet toegeven, als je een geest bent, een vampier, gedaantewisselaar, dan is Halloween perfect. Je kan gewoon aansluiten bij al die kinderen die als geesten, vampiers en dieren verkleed zijn. Als je het zo zegt, word ik ook een beetje bang. Echt waar? Ja, ik ben bang dat al die geesten, vampieren en gedaanteverwisselaars onze snoepjes opeten. Kom op! Trick or treat! Jaarlijkse overlast, dat is het. Een tandenborstel? Een doosje pruimen? De tuindersalmanak van 1976? Dit is niet de ideale start van een Halloweenavond. Kijk uit! Klopgeestblaster, aan de kant! Sorry. Volgens mij was dat een echt spook. Dat was langharige Linda. Dat satijnen laken heeft ze van mij geleend. Als trick or treat het toch niet lukt, kunnen we nu ook al naar de Engelhooiwagen gaan. Spoken en allergieën? Kijk, dat is pas een nachtmerrie. Daar is die zwarte kat weer! Dat is een teken. Zullen we gewoon teruggaan naar het grijze lokkerhuis om met de oudjes te spelen? Kom op, Shawnee. Je hoeft helemaal nergens bang voor te zijn. Hoo-wee! Jullie zijn de 100ste gasten van vanavond. Jullie krijgen de speciale VIP-behandeling. Kom maar snel met mij mee. VIP-behandeling is mijn tweede naam. Is er een rode loper, paparazzi? Wachten jullie maar lekker hier. Dit wordt echt fantastisch. Gwen, je hebt het kruis op de verkeerde plek gezet. Oepsie, maar als we Polly's medaillon toch niet te pakken krijgen, zullen we dan gaan trick-or-treaten? Nee. Het is tijd voor plan B. Is plan B trick or treaten? Vleermuizen! Relax, dit hoort er gewoon bij. Straks zijn het vampiers. Een beetje meer naar links. Nee, naar rechts. Ga erop af en pak dat medaillon. Ja, ik snap bijna hoe die werkt. Moet dit de VIP-behandeling voorstellen? Misschien moeten we ons gewoon aan het originele plan houden met een echte hooiwagen. Kijken. Dat is paranormale Patty. Dat is de beste paranormale consultant in de stad. Ze zeggen dat er geen paranormale activiteit is die zij niet kan opsporen. En ze heeft ook nog eens alle fashionregels aan haar lelijke laars gelapt. Maar wat komt zij nou hier doen? En waarom praat ze met Piers? Ik denk dat ons afschrikplannetje misschien iets te goed heeft gewerkt. Denken jullie dat die machine die ze daar heeft heel veel geluid zal maken? Nee, hoe kom je daar nou bij? Vorig jaar nog heb ik een gezin gered van een klopgeest die hun al 2 maanden lastig viel. De geest hield zich schuil in hun koelkast. Het fruit was helemaal bedorven. Hey, paranormale Patty. Op welke protonontzetting staat jouw detector ingesteld? Ik vraag me altijd af wat voor magnetisch veld er nodig is om paranormale dingen te zien. Oh, kom nou. Als jouw idool hier in huis rond zou lopen, zou je ook helemaal gek worden. Chloe Parmigiano loopt niet. Ze schrijt. Maar hoe lang denken jullie dat dit ongeveer gaat duren? Professioneel gezien kan ik daar geen antwoord op geven. Soms kan een sessie wel weken duren. Weken? Maar wij moeten de film over een paar uren opleveren. Oh, ja. 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 Ik ben niet op het spoor. Ik voel het. Oh, ik voel het ook. Luister, Piers. Volgens mij gaat dit een beetje te ver, vind je niet? Ik bedoel, je denkt toch niet echt dat we een geestenprobleem hebben, of wel? Polly, jij was er niet bij. Jij zag niet wat ik heb gezien. Maar
misschien viel de stroom gewoon even uit. Hebben we hier echt een paranormale onderzoeker voor nodig? Het is mijn plicht om dit huis te beschermen, Polly. Voor de laatste keer, papa en mama hebben mij de leiding gegeven. Oké, mensen. Er is absoluut paranormale activiteit in dit huis. En het komt uit die kamer. Mijn kamer? Volgens het protocol moet ik eerst een bevel hebben voordat ik naar binnen mag. Jongens, we hebben een probleem. Het medaillon, ligt het nog in je kamer? Denk je dat Betty's apparatuur daarop aan kan slaan? Ik dacht dat ze een oplichter was, maar nu begin ik te twijfelen. Potige klopgeest! Er zijn hier wat overbelaste protonendeeltjes aanwezig. Dit gaat wel even een stapje verder. Stapje verder? Kom er maar uit, klopgeest. Mama heeft je te pakken.